Maar als je hier in de competitie wordt, je was 10 keer beter. Tijd! Tijd!
maken. Thomas, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey.
Nog. Nee, nee. Thank you.
Oké, zet die lijn op. Deze is erbij. Ik heb afgestuurd. 16 meter. Hij is er niet.
was het. Ja, gewoon door. Zag je daar eens actie? Wat deed hij? Actie! Helemaal naar voren daar, dacht ik. Zijn bonnie moet op. Of je dat gaat opnieuw, ik denk. Waar stond die andere? Hannibal, Hannibal! Achter hem! Ja! Hé, dat is die! Binnen, kijk door! Als het een doelzal nog gaat, dan wil ik niet zo. Ja, je mag hier nog staan. Ja, ik hoef zo wel. Door! Deze man. Ik zet al genoeg foto's neer, dus. Gewoon op de site? Ja, ik zet op de Facebook pagina komt voor mij en dan meestal wordt hij wel gelijk op de site. Ja, oké. Okay. Nou, kom maar. Staan, kom op. Buitenkant. Ja, goed Kelly, dat is voldoende. Maar je zou nu hier naartoe gaan? Ja. Oké. Okay. Daar staat hij, nummer 2. Hoe komt hij hier nu terecht dan in één keer weer? Even wat. En dan krijg je van die... Spelen die bal. Nou, kom, buitenkant, buitenkant. Staan, kom op! Nee. Raad dan uit! Hé, stop! Niet te gek! Ja, dan moet je corrigeren, hè? Daar gaat hij. Ja, lekker, Max. Ja, goed. Ja, goed. Ja,
Kom op. Oh, waarom kom maak op. Je zo bang? Ja, die is met de oh, ja, maar staan. Kom op. Ik ga. Ik ben overnomen. Kom maar, Robin! Je weer alleen, hè? Je had je lang moeten geven. Tweede! Hop! Kom op, een van de pauwen. Mag staan! Ja, dus verstand komt op die bal aan. Ja, dat is goed gecorrigeerd. Maar doe maar. Dan komt hij. Tijd! Maar staan! Stop! Stop! De kaartjes zijn slecht. Nee, maar op zich is dat terug wat hij vraagt. Ga je net buitenspel? Ga je buitenspel, hè? Goeie bal daar, joh. Hij komt niet zo ver, dus. Ja. Oh. Coach. Ah, nou, geef niks. Even de bal eruit. Maar ja, wie niet groot is, moet gemeen zijn. Ja. Nou, die was dus echt. Hoeveel trappen die in een seizoen ook al niet heeft gehad? Het is gewoon schandaal. Ja. Kom maar, kijk! Wie nu? Kom op! Tijd. Meteen door. Max. Ah, goede actie weer. Het is dekking, rugdekking. Keeper! Hey, jongen. Terug. Ja, moet, Kijk, ah, die is sterk, jongen. Die krijg je niet zomaar van die bal af, hoor. Nee, Kelly en Terry. Dat ik niet doen, want hij zat, de scheidsrechter zeggen dat ook. Van hij is goed, maar hij was zeer onsportief. Maar
14 vinden we allemaal net even iets meer in de aannames en het wegdraaien. Ik zie geen nummer 14. De deelnemers, de teams die hier op deze zonovergoten zondag donderdagavond laat, vrijdag en gisteren nog bezig geweest om zowel een spelerselectie als een vervoer, het logistieke gedeelte, te regelen. Dat is hem gelukt. Vandaag waren ze hier. Dus ik wil Wim even naar mij toe hebben, de trainer van Achilles. Want die heeft het allemaal geregeld. Wim, heb ik een heel toepasselijk blaadje geregeld en dat heet Helden. Alsjeblieft, jongen. Ja, Pieter, dikke boom. En hij doet dat ook met Lisette dikke boom en met zijn moeder. En de familie dikke boom doen met z'n allen hier keihard mee aan dit toernooi om er succes van te maken. En ze doen zoveel. Dat ik ook daar wel even een applausje voor wil. Klopt, jammer. Die laatste pot moest ik weer even buiten worden. Mevrouw de vrijwilligers mogen even naar voren komen. Alle vrijwilligers die vandaag en gisteren geholpen hebben, mogen naar voren komen. Ook de jongens van de hamburgers. Scheidsrechters ook, horen ook. Ook scheidsrechters naar voren op het podium. Alhoewel Hessel Steegstra ook rustig aan richting het podium gaat. Beste mensen, dit zijn onze vrijwilligers. Fantastisch, bedankt. Ja, er is een kamer. Volgens mij hebben wij dat voor jullie.
Wat zeg je? Oh, als jullie hier onder hen ook Brian Bok, twee dagen aanwezig hier als vrijwilliger en een paar jaar geleden nog knippertje, dus jullie stonden gewoon allemaal voor en hadden dan het toernooi gewonnen en helaas scoorde Fusia en dan een paar. Maar goed gevoetbald, leuke acties gezien, mooie spelmomenten. De teambegeleider van Velocitas, wie is de teambegeleider van Velocitas? En de teambegeleider van de Quint. Alex Jansen, ook altijd van de partij bij dit toernooi. Gaat de prijs uitreiken. Bij de onder 17. 9 doelpunten voor, en daarmee toernooiwinnaar in 10 punten. Al dus de berekeningen van Zijda Kik, die vandaag een Zijda Kik had in het gezang van Aaron Brouwer. En de teambegeleiders die de prijzen uit gaan reiken, en deze teambegeleider heeft hier ook wel eens de Luther Dikkerboom lokaal gewonnen zien. Ja, ze krijgen de microfoon. Oké. Voor de hartelijke welkom. En daarnaast de organisatie en alle vrijwilligers voor het fantastische georganiseerde toernooi. En dan alle tegenstanders voor de korte tijd. Dank u wel. Jelmar Dikkerboom, zoon van Luther, rijdt de bekerheid. Even naar voren komen, Bigwiek Groningen. De onder 19 van Bigwiek, ze hebben wat moeite met opstaan, maar het gaat. Ze komen deze kant op en daar is Alex Jansen. Naar de eerste divisie, wat ze net mislieten. Dus het is wel een applausje waard voor deze jongen. Die echt een lang seizoen gehad. Maar we hebben eerst nog de tweede plaats, Frisia. Tweede plaats voor onder 19, de heren trekken hun plaats. Gefeliciteerd. Frisia durf ik ook wel aan de microfoon te geven. Aanvoer. En voor boeren, ik wil de mensen allemaal bedanken. Vrienden voor de detentie. Bedankt voor de medewerking iedereen. Voor de fijne toernooi. Dankjewel. En dan de winnaars. En dat is het team dat is op het allerlaatste moment in staat was hier te komen. Gisteren ook nog een toernooi. En vandaag winnen ze hier. We hebben, omdat jullie als het ware onze eregasten waren, hebben wij onze allerbeste teambegeleider op jullie gezet. De man pakte hier normaal gesproken alleen maar tweede prijsjes. Hij was doodnerveus, zeker in de laatste wedstrijd. We hebben hem bij de beslissende goal metershoog op zien springen. We hadden overigens de hele familie Boersma aan beide kanten van het sportpark paraat om hem op te vangen. Mocht het niet lukken, mocht het weer een tweede prijs zijn. Maar gelukkig is het de eerste prijs, dus Theo Boersma, kom naar voren. Nee, Achilles, winnaar, kom naar voren. Fantastisch, mooi dat jullie er waren. Nog toernooiwinnaar ook. Gisteren al een toernooi gehad, op het laatste moment aangezet. Ik vind het echt knap. En er staat nog één beker.
Ja, heel, dit is een grotere beker dan je normaal hebt, hè? Achilles, 1894, jong onder 19, winnaar van het LSC Classics toernooi onder 19. En is er ook een aanvoerder in de zaal? Gefeliciteerd! Speech! Dames en heren, dit was ook het einde van het Classics toernooi voor 2017. Houdt u 2018 in de gaten. Ja, zeker. Dan zijn we er weer. De tiende keer dat wij dit gaan organiseren. En daar zullen we wat heel moois van maken. Voor nu iedereen een goede reis terug. En altijd heel belangrijk, laat de kleedkamer zo netjes mogelijk achter. Zodat onze schoonmaakploeg zo weinig mogelijk weg is. Alsjeblieft. Laat de kleedkamers zo netjes mogelijk achter. Goede reis. Zet ze neer!
blokken. Au. Prachtig, Steve. Ronnie! Thank you.
op veld 1, dat is 4-1 voor de NLC tegen NLC. Doelpunt te maken, nummer 12, Martijn Blomsma. Buitenboot, doelpunt te maken, nummer 11, Dennis Haminka. En de spelers die meedoen aan de penaltybokaal zich melden bij het podium. Einde wedstrijd. De teams kunnen gaan eten. De teams kunnen gaan eten. De teambegeleiders graag de lunchpakketten ophalen bij de dames. En ze geven meenemen naar het buffet waar de soep klaar is. En lekker kippen soepetje. Want zo de soep op deze warmte. Dus de teams onder de 19 kunnen gaan eten. Kunnen de spelers die kampioen zijn geworden met de B1 zich melden bij het podium? De spelers die kampioen zijn geworden met de B1 graag. Leon, doe normaal, joh. Kom te maken met 11, Leon. Ja,
Los! André. Op veld 2 is het inmiddels 3-0 geworden voor Thomas tegen Buitenboys. Thomas Kelly. Hey!
Tobias. Maar gewoon gooien. Uithalen. Naar op deze. Kom op, maar die bal in de 16, man. Zaken, jongen. Jongens, kom terug. Maar 6, terug. Hey, Naro! Oh, kom! Hey, John! Maru! Kom!
Richard, snel! Gooi, gooi, gooi. Ja, tuurlijk. Pas wel, pas wel. Ja hoor. Opstelling komt straks hier, ja? Tigo, Ronnie, Bidonna. Hoe lang hebben we nog? Ik zie de... Thank you.
1 wordt het 1-0 voor Biekwik tegen de Gilles. Voor de maken van Joram Kats. Zoals je merkt, laat de techniek nog in de steek. En gaan we verder met de microfoon van de bestuurskamer. Iets minder kwaliteit, maar we proberen jullie wel op de hoogte te houden. Nog even voor de spelers onder de 17. Na de wedstrijd, de wedstrijden die nu lopen, is er meteen de prijsuitreiking op het veld. Dus de jongens onder de 17 snel even douchen en dan op het veld komen, dan gaan we meteen de prijsuitreiking doen. Teambegeleiders moeten even zeggen van die onder de 17, omdat het idee dat ze na de wedstrijd wel op het veld moeten komen voor de prijsuitreiking. Moet die allemaal even langs de boksen lopen? Of iemand even? Kom maar. Dan moet je straks de prijsuitreiking doen. Ja, precies. We hebben het al gedaan, maar goed, ze zitten waarschijnlijk nog in de box. Dus ze moeten ook even weg. Thank you.
Hele rectificatie voor de toppen te maken op veld 3. Dat was niet... Ja, dat kan. Thank you.
Het hoofdveld zat op 1-1. Ik zag dat de team begrijpen dat het bedrijf hartstikke leuk voor allemaal. Helaas dat niet weer op deze plaats pakken. Nummer 16, die laat ze daar toch nog compleet. Die maakt 1-1. De naam is Richard Leuk. Ivo Hamstra, de derde rol van het toernooi. Ik heb een shirt, dat is een goeie. Ik kan het niet. Ik heb een van AZ, die is ook heel erg.